zijn we weer met een nieuwe vlog. Zoals ik vorige week had beloofd, deel 1 hebben we gedaan bij SDS. En deel 2 gaan we naar CrossFit Dordrecht. Samen met Fabian. Hij rijdt. Ja. En hij haalt me natuurlijk gelijk weer op in luxe. In een of andere heerlijke... Weet je alweer? Targa? Porsche Targa. Ja. Porsche Targa. Is van hem. Goede baas heeft hij, Hey, wat gaan we vandaag doen? We gaan bij CrossFit Dordrecht gaan we kijken bij Daan, mede-eigenaar, zelfs SDS. Maar we gaan ook een kwalificatie doen voor een throwdown. En de throwdown heet de Halfway Throwdown. Ergens in Duitsland is die, 26, 27 augustus volgens mij. En daar moeten we een kwalificatie voor doen. Dit is de workout. Ziet er niet heel moeilijk uit. 12 minuutjes in totaal. Moet te doen zijn. We zijn er bijna. 2 minuutjes. We zijn er bijna en dan laten we jullie eerst eventjes natuurlijk SDS. Of sorry, zeg ik weer SDS. Laat ik jullie eventjes CrossFit Dordrecht zien. Boki, die gaat ook de kwalificatie doen. Daan gaat de kwalificatie doen. Fabian, ik. Marit, kennen jullie ook nog uit de eerdere vlogs van Helmond Throwdown. Die gaat hem ook doen. En volgens mij nog 2 of 3 anderen. Zag ik staan ergens. Dus met een klein groepje gaan we dat doen. Dus zie je zo. We zijn aangekomen bij CrossFit Dordrecht. De auto staat voor. Ik ben helemaal niet van de auto's, maar het is wel leuk. Hey, een loods. Gewoon een relaxe loods. Dus je kan op 2 manieren kan je volgens mij naar binnen toe. Of ze hebben ze gewoon opengezet natuurlijk. Dus we gaan even binnen kijken. En ik geef je even een kleine tour. Ga je mee? Dit zijn alle mensen die de workout gaan doen. Fabian staat daar, maar die hadden jullie al gezien. Daan is daar. Boki. Iedereen kent hem. En als je hem niet kent, is het eigenlijk alleen maar goed. Maar het er ook bij. Dus we gaan zo dadelijk lekker beginnen. De spulletjes liggen klaar. We gaan even een goede warming-upje gaan we pakken. En dan gaan we ervoor. Hebben we nog een soort van voorspelling, Fabian? Want de eerste was 7 minuutjes, 21, 15, 9 burpees en roeien. Binnen 6. Binnen 6, sowieso. En die andere? 7 RM front squat. 90 front squat. Misschien 95. Hij is wel heel snel in zijn burpees. Roeien kan die ook goed. Die wordt binnen 6 moet lukken. Ik zeg 5,45 van. En voor jezelf? 5,45 zeg ik ook voor mezelf. Oké. Okay. 5,44. 5-4, ja natuurlijk. En ik hoop bij de andere 110, 115 te halen, maar dat ligt er een beetje aan hoe het gaat. Hoe de cleans gaan. Dus 110 wil ik sowieso halen, dat is een must. En lager ben ik niet tevreden. En anders ga ik dit knippen. Ja, ik kan ook. Ze gaan zo lekker zo dadelijk beginnen. Maar het gaat als eerste, want die is meest zenuwachtig altijd. Dus die gaat altijd als eerste. Heb je er zin in? Ja. Leuk. Ik wil Ramstein, aangezien we in de Duitse sfeer zijn. Ja, het is een Duitse qualifier. Ja. Een Duitse qualifier. Die is overal judge, weet je wel. In Scandinavië, Duitsland, Oostenrijk. Dus die kan overal zijn connecties. Dus we gaan beginnen. Dat is wel leuk, want we zagen net Marit de eerste workout doen. En die doet even een 5.19, terwijl wij ze net zeggen van 5.45. Dus Fabian had zoiets van... Pittig. Dat is leuk. Fabian heeft net het eerste gedeelte gedaan. Fucking zieke tijd. Oh, sorry, ik mag niet schelden. Een hele erge zieke tijd. 4.29. Dat is niet normaal. Bij 7 minuten mag hij gaan liften. Hij is even aan het bijkomen. Hoe ging het? Volgens mij wel goed. Dat is fucking snel, man. Echt fucking snel. Nice, heel nice. Goed. Netjes. Ik was onder het roeien al bang voor die frontskast. Ja, ik voelde ze. Mijn benen verzuren. Okay, hoeveel heb je uiteindelijk gepakt? 91. 91 kilo. Zoals je net al zag, ging echt heel netjes. Ik dacht misschien nog wat meer. Ja, na 7 niet meer. Misschien dat we een maandag nog even in de studio doen. Lekker. Hard man, kijk dan, hij is niet eens moe. Hij is niet eens moe. Nee! De laatste rap! Scheisse! Nee! Maar leuk geprobeerd. Het is zo'n goede training. Dat is kut zeg. Morgen opnieuw denk ik. Oh. Oh shit. Roei ging goed. 4.30, 4.33 volgens mij. Frontskot wilde ik uiteindelijk op 110 doen. Maar nu op 100 ging goed. 110 clean voelde ook goed. De eerste 5 herhalingen waren lekker. 60 ging heel zwaar. En ik verloor hem een beetje. Dus ik moest hem resetten en dat kostte heel veel energie. Waardoor ik gewoon het laatste stukje niet meer haalde. Dus dat is kut. Oh, sorry. Dat is niet helemaal goed. Oh. Ik heb geen idee wat we nu gaan doen. Ga ik rusten, morgen weer doen, ga ik hem maandag doen, ik weet het echt niet. Ik weet dat ik hem kan halen, 110. Dat is al lekkere. Die moet te halen zijn. Kom maar goed. I'll be back. Na een kleine teleurstelling bij CrossFit Dordrecht. Dag Boki. Zijn je daar? Boki. Stappen we natuurlijk gewoon lekker in de auto. Dakje open. Later! Hoe is het morgen ook nu? Ja, op maandag. Dat is de life of een athlete. Van just an athlete. Kut op. Ja. Wel een beetje wat kut is, kan een bootje over. Stel je doet er niet meer in, ik pak het. Je gaat straks op de lijst kijken. Je ziet snap je? Dat je ja, dat je met die 110 gewoon naar plaats. Ja. Ik weet wel dat ik die 110 heb.